mensen, Jaraski hier. Bakken bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Black Ops 4 video. Vandaag spelen wij op de tweede map van de twee maps die zijn toegevoegd in de laatste update, genaamd Lockup. En deze map die speelt zich af in een politiestation. En dat politiestation is overvallen. Er staat namelijk, als je goed kijkt in de map, auto's aan de zijkant waar allemaal tassen vol met wapens in liggen en waar dus criminelen uit zijn gerend om dat politiestation te overvallen. Dat is natuurlijk ook de reden waarom je erop vecht en we gaan vandaag ons allereerste potje erop spelen. Dus vind je het leuk? Ram natuurlijk zo'n keihard op like, dat zou ik super super doof vinden. Vergeet natuurlijk niet te abonneren voor meer en geniet van de video. Hier gaan we dan op de map zo! Op de map Lockup! Ik ga heel even snel een overzicht pakken van de map. De B-vlag zit in het midden, zo te zien, in een gebouw. Bovenkant is open. Onderkant is half open. Er staat namelijk een gebouw er middenin. Alright, ik ben benieuwd. We gaan gewoon kijken wat we hier kunnen gaan verrichten natuurlijk. En ik ben heel de weg kwijt. Hier zit de B-vlag. Oh, teammate. Pas op, jongen. Pas op, zit er nog één. Teammate, je loopt er zo langs, vriend. Cooper AJ. Die zat even niet helemaal op te letten. Nou, kan gebeuren. Maar is natuurlijk wel... Hij blijft gewoon doorschieten, joh, die gek. Hij blijft gewoon doorschieten! Are you kidding me? Speel je echt letterlijk zo? Wauw. Oké, we moeten opletten op de vijanden. Want blijkbaar, ook al zien ze je niet, blijven ze gewoon volle vaart doorschieten. Dus dat is wel een opletpuntje waardig, joh. Oi, 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 oi. Naast me. Je hebt verschillende hoogtelevels, zoals je zelf ook wel ziet. Dus dat is ook wat je in de gaten moet houden. En het is ook heel belangrijk om die minimap op die manier in de gaten te houden. Want zit er dus een vijand... Holy knetter. Zit er een vijand boven je... Dan is het natuurlijk een beetje een dof... red dotje op de map. En zit een vijand op dezelfde level... Dan is het gewoon een volledige red dot op je map. Dus dat is iets wat we wel goed in de gaten moeten gaan houden. En ik denk ook dat het handigst is... Om die high ground gewoon te blijven pakken. Ik ben net even één keer naar beneden gesprongen. Maar ik wil eigenlijk gewoon bovenop blijven. Dat is de plek namelijk waar je de vijanden kan gaan killen. Een meshmine daar. Uh-oh. Holy knetter, hij liep er bijna meteen door, joh, die gek. Hij schiet hem kapot ook. Oh, ze kwamen wel naar buiten pushen. Dit is nog een lastig mappie, hoor, zo. Oei, 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 oei. Je moet namelijk beneden en boven in de gaten gaan houden. Maar ik ga hem wel onder de knie krijgen, wacht maar. We worden getagd, dat is niet heel erg. Pas op hier. Achter me zit hij. Oh, teammate heeft een GG, bro. Hem had ik al mijn minimap gezien, gelukkig. En komt hij naar binnen rennen. Ik weet dat je er zit. En dat deed hij, dankjewel. Oké, die hebben we. Er staat er ook één buiten om me te wachten. Dus ja, ik ga nu niet het trappetje naar beneden nemen. Want hij staat letterlijk daar om het hoekje. Hij komt nu. Kom dan. Kom dan. Er staan er twee. Er staan er drie. Ik hoor ze allemaal lopen namelijk. Ze gaan omlopen. Hoe ga ik daar komen? Teammate, pas op. Ik ben er. Op het trappetje heeft mijn teammate. En die hebben wij. Zit er alleen nog meer. Uh-oh, en ik moet healen. Alleen dat kan nog niet, omdat ik natuurlijk geen stimshot aan heb op dit moment. Wow, deze map is zenuwslopend. Zonder grap, joh. Deze map is zenuwslopend, joh. Hij loopt nu weer hier beneden. Je moet dat echt super goed in de gaten gaan houden. Zit de enemy boven me? Zit de enemy onder me? Waar komt die vandaan? Dat is heel belangrijk in deze map. Ik heb ze alle drie geraakt. Ik heb ze alle drie geraakt en ik heb er geen één gekild. Oh, dat meen je ook gewoon niet, hè. Het lijkt me dan ook dat je gewoon op dit gebouwtje kan. Het lijkt me dat je hier op elk gebouwtje kan. Ja. Oké, cool. Dus dat is wel leuk. Je hebt echt heel veel hoogteverschil in deze map zitten. En ik vind het eigenlijk wel cool dat ze dat een keertje hebben toegevoegd. Normaal gesproken is het natuurlijk allemaal op één level. Soms heb je wel trappetjes, soms heb je wel wat dingetjes. Maar deze map is echt helemaal gemaakt op die verschillende levels die je hebt. Awesome, ik vind hem leuk. Zitten op de B-vlag, zitten op de B-vlag. Hier recht onder me. Ja. Dankjewel, jongen. Let's go. Ze horen hier als het goed is ook nog te spannen. Lekker bezig, teammate. Maar het is zo goed in de gaten houden of ze boven of onder je zitten. Kijk maar, mijn minimap gaat helemaal tekeer. Maar ze zitten hier boven me.
Hij loopt nu ook weg. Ik denk niet dat we via beneden daar naar boven kunnen springen. Was al makkelijker geweest. Dus dan moeten we dus nu helemaal omlopen. Dan kunnen we hier... Oh mijn god, hij raakt me vanaf boven op het dak. Kunnen we hier naar buiten toe. En dan kunnen we hier weer het dak op. Het is kriskraswerk dit. En dan zit ze hier op te wachten in de span. Ben ik eindelijk boven? Ik helemaal blij, hè? Oei, 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 stonden ze daar. Nou, we gooien onze meshmine gewoon neer. Je moet boven blijven. Dus je kan wel af en toe gewoon naar beneden springen, omdat er bijvoorbeeld een vijand zit. Maar je moet eigenlijk ten alle tijde gewoon bovenop staan. Dat is ook de plek namelijk waar je de kills krijgt. Maar nu heb ik een probleem, want nu sta ik bovenop en dan staan ze weer onder me. Dus het maakt het zo ingewikkeld gewoon, joh. Maar die heb ik, komt die andere waarschijnlijk pushen of niet? En de ronde zit erop. Oeh, we staan 19 om 6. Het zijn niet heel erg veel kills, maar ja, we zijn natuurlijk ook de mappen tegelijkertijd aan het leren. Qua hoe die eruit ziet vind ik het heel erg dope. Het speelt zich echt af in een politiestation. Maar die hoogteverschillen, high ground moet je houden. Maar ik wil ook weer naar beneden springen om de kills te pakken. Dus je kan niet altijd boven blijven staan. Want als de enemies onder je zitten, maak je natuurlijk gewoon geen kills. Dus dat maakt het wel lastig. Maar acoustic sensor die schiet ook alle kanten op een minimap. Maar op je acoustic sensor kan je niet zien of ze boven of onder je zitten. Maar op het moment dat je een UAV inroept en je krijgt die rode dotjes op je minimap, dan kan je wel zien of ze boven of onder je zitten aan die rode vlekjes. Als het donker zijn, zitten ze onder of boven je. Zijn ze echt gewoon gloedje rood, dan zitten ze op dezelfde level. Maar het is jammer dat je dat bij je acoustic sensor niet kan zien. Dat maakt het wel lastig. Dankjewel voor die mooie EMP-granaat. Ik weet niet of die hier shit. Ik was echt super bang. Maar ze zaten er zo te zien wel. Maar kan ik nu ook via hier... Nee, die deur kan niet openen, hè? Nee. Enemy UAV above. Oh, ze hebben een UAV. Serieus nu? Net als ik in een spawn zit, hebben ze een UAV. Dat is echt timing, jongen. Oi, 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 oi. Kom maar naar boven, vriend. Ik ren weg namelijk. Mijn hondje heb ik even ingeroepen. Meshmine heeft een kill. Let's go. Dat was de bedoeling ook. Maar ik ben wel een beetje bang voor de UAV die die vijanden hebben. Ik weet niet of die nog steeds werkt. Maar hondje, kom op. Lekker. Dan heb ik ook zelf een UAV namelijk. Ze hebben ook nog eens extra AP. Hij bleef gewoon doorschieten. Oh. Ze hebben ook nog extra AP. En we worden zelf ook gecounterd. Dan gaat mijn UAV. Dat is zonde, joh. Dat is heel zonde. Hond wordt uitgeschakeld. Ik moet hier weg. Ik! Oh, ik was al achter het muurtje, die VKM. Hij killt je in 2 à 3 kogels. Oei, 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 oei. Maar we moeten wel die W-vlag even zien te krijgen. Ik denk dat ik gewoon even op ga staan. Ik weet niet of iemand me gaat komen helpen. Losing Charlie, dat is achter me. Oh, de wacht. Oh, jongens, ik heb hulp nodig. Oh, jongens, ze gaan achter me komen. Ik heb de W-vlag. Ik heb mijn werk gedaan. En ik ben meteen dood. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb de W-vlag gepakt. Ze gaan me allemaal daaraan rennen, joh. Gaan ze hem terugpakken, bedoel ik, sorry. Die VKM. Die VKM. En we verliezen nu alweer de B-vlag. Kom op, team! Die VKM die hebben me aan het begin al afgeknald, maar nu killt hij me een paar keer. Maar dan komt dat hij maar 2 à 3 kogels hoeft te raken, joh. Dat is echt insane met dat wapen. Ik heb mezelf natuurlijk ook heel veel gebruikt. Dus vandaar dat ik het weet. Gaan we hem terugpakken, jongens? Doen we dit? Doen we dit? Ik ga het doen. Als iemand me nu komt helpen, hij staat wel bovenop. Die doet het niet meer. Help me, jongens. Ik pak er wel een eentje hoor dan. Geen probleem. Weg hier. Oh, ik vertrouw het ook niet. Ik heb de B-vlag. Het is me nog een keer gelukt. Maar nu moeten we natuurlijk zien te houden. Ik gooi een meshmine hier. Zo. Hij staat hier bovenop. Maar als hij die vlag wil pakken, moet hij naar beneden komen. En dat doet hij niet. Ik hoop niet dat hij nu in mijn rug gaat schieten. We hebben alle vlaggen in één keer. En hij zit in mijn rug. Ah, nee! Hij staat daar, jongen. Hij stond al ingezoomd om te wachten. Hij staat hier rechts. Hij staat hier rechts. Met zijn titan, jongen. Hier staat hij ergens. Waar ben je nou? Ik ben wel een beetje bang, want... Hij stond hier net te campen. We verliezen nu alweer de B-vlag. Jongens, ik heb die met bloed, zweet en tranen gepakt. Hier kan ik naar binnen. Nee, niet doen. Dankjewel, teammate. Oh mijn god, ze hadden hem bijna. Oh, dat scheelde niet veel voor waarom kwijt, joh. Dat scheelde niet veel. Hij zit weer op het dak. Dit is... Het is zo
een opletmap gewoon, jongen. Als je even niet oplet, dan weet je ook niet waar die vijanden zitten, joh. Oké, okay, let's go. Dat was een mooie triple. Alsnog een trippeltje. Die was wel van mooi. Eerlijk is eerlijk. Kunnen we hier dan ook het dak op eigenlijk? Ik wil naar binnen, want de enemy zit ook allemaal binnen. Ga ik nou echt weer niet... Ik backrip weer iedereen. En ik schiet ze weer allemaal raak, maar niemand gaat dood. Dat is nu al de tweede keer dat dat gebeurt. Die GKS is ook niet meer zo sterk als die was. Maar ik vind het gewoon een leuk wapen om te gebruiken eigenlijk. Wow, ik gooi hem op hem. Hij leeft nog, wat? Bro, wat is dit nou dan? Moet wel neergaan als ik op je schiet. Ik had nog maar 5 HP. Hij zit er ook alweer bijna op de game. We hebben best wel hard gewonnen. Ondanks dat we eventjes die B-vlag niet in de controle hadden. Maar dat heeft uiteindelijk nu niks uitgemaakt voor de vijanden. Want we hoeven nog maar 12 punks en dan zit het erop. Komt hier wel een vijand aan? Oh, daar komt er ook een. Die hebben we bijna dood. Je ziet het, die VKM, hè? Hij is niet meer zo sterk als die was, hoor. Dat weet ik zeker. Als je op je hoofd schiet, dan kilt hij ze nog wel. Maar als je even wat kogeltje misschiet, dan ben je de shaker mee, joh. Oh, ligt een mesh mine! Oh, ik heb je nog, bro! En jou heb ik niet, want ik ben dood. Ik had geen AP meer. 37 om 13 is mijn eindscore. Alsnog gewoon een mooi potje gespeeld. Maar het is echt opletten geblazen in deze map. Dat is niet normaal. Ze kunnen boven, onder je staan. Ze kunnen allemaal verschillende routes lopen. En ik merk ook dat Treyarch niet meer echt de 3-lane maps maakt waarom ze bekend zijn. Zoals bijvoorbeeld Hijacked of zoals bijvoorbeeld Raid. Dat soort maps maken ze niet meer. Ze maken het eigenlijk echt één grote cluster. En je moet zelf maar kijken hoe je gaat lopen. Want er zijn heel veel verschillende routes. Zowel in deze map als natuurlijk de andere map Casino. Dus het is echt heel erg goed opletten. Maar alsnog hebben we een mooi potje neergezet. Dus mocht je het hebben genoten, ram natuurlijk zo'n sky op like. Dat zou ik super, super doof vinden. Bedankt natuurlijk allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.